Sinds een aantal weken zijn we hier op het scherm aan het lopen, aan het praten en aan het doen om hier te kunnen inspreken om motors te presenteren. We kunnen het niet doen, dus doen we het op deze manier. Ik ga nu even mijn verhaal halen, want dan krijgen jullie allemaal een cadeautje. Zelf maak ik deel uit van het collectief wat daar de valreep gekraakt heeft een paar maanden geleden. We konden niet meer langer aanzien dat we om een omheid met een lege zandvlakte tegenaan zaten kijken en omheen moeten pissen. Na jaren vertraging en eindeloos geheim, eindeloos tijdstrijd over verkeerplaatsen, subsidies en gevallen colleges, hadden wij er genoeg van. Dus wat beter doen dan weer gebruik maken wat symbool staat voor de achteruitgang van dit gebied. En inmiddels gewoon is geworden ook van de onwil van de DB, de uitvoerende ambtenaren, om OCP aan de tand te voelen. Tegelijk zijn we de afgelopen jaren met verschillende kraakgroepen zijn beloftes gemaakt. Ik heb het hier vooral over het blijvertje en Joe's garage. Zij zouden een legale plek krijgen. Maar ook met andere initiatieven die hier in de buurt hebben laten zien wat we waard zijn. Ik heb het hier over de Linnaeusstraat, de Koningsstraat, de Commandantstraat en de Sumatrastraat. Maar ook al die andere plekken die we gehad hebben, die we gekraakt hebben, waar we hebben laten zien wat we kunnen, die aankomende opruimingsronde ontruimd worden. Al die mensen hebben jarenlang een actieve bijdrage aan deze buurt geleverd. Actieve bijdrage op straat, actieve bijdrage hier in de deelraad. Deze raad bestaat niet lang meer. Er is nu mogelijkheid om iets blijvends achter te laten. Iets wat oost ten goede komt. Iets wat de progressieve, creatieve en kritische sfeer van het stadsdeel op lange termijn behouden blijft. In de korte is dit de tijd van het bestaan van dit stadsdeel om jullie aan te maken wat jullie de afgelopen tijd in beleidsstukken hebben neergeschreven. Want al onze energie gebruiken we hier om iets positiefs neer te zetten en om misstanden aan te kaarten. Maar hier moet iets tegenover staan. Hier moeten toezeggingen en beloftes waargemaakt worden. Want als wij tegelijk met een overmacht uit onze panden worden getrokken, moeten jullie niet van opkijken als de stemming omslaat. Wij zijn helemaal klaar met No We Can't. We zijn helemaal klaar met dat projectontwikkelaars en woningcorporaties en bewezen malafide huisbazen de hand over het hoofd gehouden wordt. Deze raad heeft de mogelijkheid om ruggengraat te tonen, heeft de mogelijkheid om het dagelijks bestuur en de ambtenaren opdracht te geven om actief en snel naar oplossingen te zoeken. Er is al jaren een uitgestrekte hand van onze kant en we verwachten dat die eindelijk opgepakt wordt. Vanavond en de komende tijd kunnen jullie concrete stappen overnemen. Doe dit. Anders kunnen we hier straks wonen, beginnen we hier straks ons kraakspreekuur. Want dit, wat deze deelraad niet is, zijn wij wel. Wij zijn blijvertjes. Voorzitter, nu protesteer ik. Deze jongens hebben het wel voldoende kans gehad om te vertellen waar ze voor staan.